Wat een eer is het om hier vandaag om de hoek van de Coolsingel even jullie toe te mogen spreken. Want als D66er en als Feyenoorder weet ik één ding zeker. D66ers en Feyenoorders, die zijn allebei meesters in het incasseren van harde klappen. Maar elke keer weer, dan hervatten we de strijd en dan komen we sterker bovendrijven. Geen woorden, maar daden. En dat gaan we ook doen bij deze Europese verkiezingen. En democraten, we zijn in Rotterdam. Dus ik wilde jullie eerst even mee terugnemen naar een datum die voor deze stad en voor Nederland heel erg belangrijk was. 15 mei 1940. De dag waarop Nederland capituleerde. Vlak na een verwoestend bombardement op deze prachtige stad. En ons land viel daarna ten prooi aan donkere dagen van de Duitse bezetting. Een angstaanjagende tijd waarin ons continent gebukt ging onder oorlog. Maar het was ook een periode waarin het verlangen naar een nieuw en hoopvol begin onafwendbaar groeide. Een verlangen dat dankzij dappere mensen, dappere Europeanen, uiteindelijk uitmondde in het meest succesvolle vredesproject dat onze planeet ooit heeft gezien. De Europese samenwerking gebouwd door dappere pioniers op de puinhopen van 2 wereldoorlogen. En het werd het symbool van vrede en vrijheid, dankzij de kracht van Europese samenwerking. En die samenwerking is ook nu de sleutel tot vooruitgang. Want als we samen optrekken, staan we sterker en veiliger in dat prachtige Europese continent. En dat hebben we ook nodig om de grote uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden. De opwarming van de aarde die gaat verder dan onze eigen landsgrenzen. Bescherming van ons grondgebied kunnen we simpelweg niet alleen. En onze economie is uiterst kwetsbaar als we onszelf buiten de Europese Unie plaatsen. En wij D66'ers geloven als geen ander dat een eensgezind en daadkrachtig Europa uiteindelijk ook het beste is voor Nederland. Dus wie kiest voor het Nederlandse belang, die kiest voor een sterk Europa. En Gerben-Jan en onze geweldige kandidaat hebben het net ook al gezegd. Als je onze veiligheid op één zet, dan zet je een sterk Europa op één. En juist nu staat die veiligheid onder druk. Niet alleen door de oorlogen in het Midden-Oosten, maar ook Oekraïne. Waar mensen nog steeds elke dag met dezelfde vastberadenheid aan het vechten zijn tegen de agressie van Poetin. En die dappere Oekraïners die vechten niet alleen voor hun eigen vrijheid, maar die vechten voor de Europese waarden en de waarden van Nederland. En we mogen dus ook niet wennen aan het feit dat er weer loopgraven zijn op ons continent. We moeten Oekraïne blijven steunen om de overwinning van de krachten van de Europese democratie veilig te stellen. Dus laten we ook de baanbrekers zijn om in de traditie van onze partij onze kop boven het maaiveld te blijven uitsteken. Laten we ervoor zorgen dat we nu kiezen voor de dingen waar dit moment in de geschiedenis echt om vraagt. Want de noodzaak voor een sterke Europese defensie was nog nooit eerder zo duidelijk als nu. En daarom pleiten we als D66 voor een Europees leger waarin we samen munitie inkopen en onze militairen van het allerbeste materieel voorzien. Voor een Europees luchtschild om onze inwoners te beschermen tegen vijandige aanvallen. En voor een sterk Europees front waarmee we zelfstandig ons eigen grondgebied kunnen verdedigen zonder afhankelijk te zijn van wie er in Amerika in het Witte Huis zit. Laten we dus nu die stevige Europese vuist maken tegen wereldmachten als Rusland en China en onze EU terugbrengen naar waarvoor het al die jaren geleden is opgericht. Een vredesproject met een prachtige missie. Beschermen van onze vrijheden. En Europa en Nederland veiliger en sterker maken. APPLAUS. Democraten, als je het klimaat op één zet, dan zet je een sterk Europa op één. Klimaatverandering is niet langer een ver abstract iets. Geen verre dreiging. Het is iets wat ons allemaal in het hier en nu al raakt. Iedereen voelt de gevolgen van extreme weer. Ook in Nederland hebben we recorddroge zomers die mensen dwingen om de kraan dicht te houden. Tropische temperaturen overal in Europa vragen elk jaar meer onschuldige levens. En overstromingen jagen mensen overal de huizen uit.
En vandaag in Limburg weer de campings af. Extreme weer leidt ook tot mislukte oogsten, waardoor we straks niet minder, maar meer geld moeten neerleggen voor ons voedsel. Dus het is nu zaak om vast te houden aan onze succesvolle klimaataanpak. Vast te houden aan de kentering die we de afgelopen jaren hebben ingezet. Want onthoud heel goed, we hebben in Europa en in Nederland de afgelopen tijd echt bergen werk verzet dankzij het allergrootste klimaatpakket ooit. En dat is niet een klimaatpakket op papier, want we hebben een recordopwek aan groene stroom. Een historische daling van de CO2-uitstoot. Nederland is wereldkampioen zonnepanelen en we zijn in 1 jaar tijd onafhankelijk geworden van het Russisch gas. En D66, wij willen daarmee door. Wij zijn het land van de Delta-werken. We kunnen ook nu voorop lopen in de strijd tegen klimaatverandering. Zodat we geld verdienen aan Hollandse innovaties en hier in Rotterdam en op al die andere plekken de fossiele industrie inruilen voor tienduizenden groene banen. Want dat is uiteindelijk de beste keuze voor meer geld in onze portemonnee, de beste keuze voor een schone toekomst voor onze kinderen. Dus laten we onze Europese krachten bundelen, laten we nu die klimaatklus klaren in goed Rotterdams, geen woorden, maar daden. En ook als je een sterke economie op één zet, meer geld in de portemonnee op één zet, dan kies je voor Europa. Want in tegenstelling tot wat populistische spookverhalen beweren, is de Europese Unie een bastion van welvaart en voorspoed. Van dichtbij zagen we de rampzalige gevolgen van Brexit. De portemonnee van de Britten is keihard geraakt. De prijzen van boodschappen schoten omhoog. Gewone Britten betalen nu 1.000 euro per jaar meer aan hun boodschappen, aan hun energie, aan hun levensonderhoud. En de moeizame internationale handel is een open wond, zout in een open wond voor Britse ondernemers. En dat laat zien dat een zwak Europa uiteindelijk funest is voor de bankrekening van mensen en de ondernemers die elke dag hard werken om brood op de plank te krijgen. Nederland verdient zijn geld in Europa. En een sterk Europa is de wind in onze rug waarmee we kunnen bouwen aan die economie van de toekomst en de oplossingen van morgen. En de kansen daarvoor die liggen voor het oprapen. Het is nu tijd om die te verzilveren, of het nu gaat over de digitalisering of de verduurzaming van onze economie. Willen we de komende jaren meer geld in onze portemonnee, dan zetten we Europa op één. En hoe helder die Europese samenwerking voor ons is, toch staat die Europese eenheid onder druk. Over slechts 2,5 week gaan we in heel Europa naar de stembus. En wat dreigt in veel Europese lidstaten is een golf van extreemrechtse partijen. En vroeger wilden ze de Europese Unie nog verlaten, maar inmiddels willen ze die van binnenuit kapot maken. Net zolang tot die Europese samenwerking instort en er eigenlijk niets meer van overblijft. En Wilders, laatst nog trots op dat verschrikkelijke congres in Boedapest, die wil samen met zijn consort als Le Pen en Orbán onze vrijheden, waar we decennia lang voor hebben gestreden, 1 voor 1 afbreken. Zo worden in het Hongarije van Orbán anti-homo-wetten doorgedrukt, kritische journalisten ontslagen, wordt de vrijheid van meningsuiting ingeperkt en abortuswetgeving aangescherpt. En laat dat een wake-up call zijn voor iedereen in Nederland. Hongarije mag niet het Nederlandse voorland zijn. En zoals Gerben-Jan net al terecht zei, het is een zorgwekkende trend dat steeds meer normale conservatieve partijen bereid zijn om extreme politici in het zadel te helpen. Want de geschiedenis leert ons, wie samenwerkt met extreem rechts, wordt uiteindelijk door hen opgegeten. En als we onze Europese krachten laten ondermijnen, dan is dat funest voor onze economie, funest voor het klimaat en speelt het Poetin in de kaart. En dat mogen we niet laten gebeuren, want onze verworvenheden zijn ons veel te dierbaar. En we zullen altijd opkomen voor onze vrije Nederlandse waarden en voor de Europese samenwerking die ons vrede brengt, ons beschermt en ons verenigt.
En het is daarom aan ons allemaal, hier in de zaal, om de komende tijd onze krachten te bundelen en die waarden te verdedigen met elke vezel in ons lijf. Want dat is waar deze verkiezingen van 6 juni over gaan. Dat is ook waar wij als D66 en als Europese Unie voor zijn opgericht. Dit is onze missie voor de komende weken. Dus laten we die met z'n allen ook volbrengen. Ja, en democraten, we staan hier ook wel een beetje met gemengde gevoelens. Want afgelopen woensdag was toch wel een kantelpunt in onze eigen politieke geschiedenis. Voor het eerst in Nederland leidt een extreemrechtse partij de coalitie. Ons Nederland, van oudsher een vrij en open land, is het land van pioniers. Het land van over de grenzen heen kijken, van samenwerken. Het land van internationale handel. En nu zien we een coalitie die onder leiding van Geert Wilders een tegengestelde koers inzet. Een coalitie die zich wil terugtrekken achter de dijken. En dat is niet mijn land, dat is niet ons land. Nederland verdient beter. En zo denk ik aan de beloftes van partijen over allerlei uitzonderingen in Europa. En probeer me dat voor te stellen, die ministers die dan de komende tijd moeten gaan afreizen naar Brussel om te gaan smeken. Te gaan smeken om tegen alle fatsoenlijke afspraken in, als Nederland niet meer mee te doen aan migratieafspraken. Het natuurbeleid onderuit te halen en ondertussen de hand op te houden voor nog meer geld voor Nederland. En terwijl deze vier partijen donders goed weten dat zelfs in de prachtigste Disneyfilms het niet zo werkt. Het is wel een hele makkelijke manier om over een tijdje, achteraf, als dat allemaal niet gelukt is, Europa de schuld te geven. Zie je wel, het mag niet van Brussel. Dit coalitieakkoord en die afspraken, dat is dus een schijnbeweging. Een schijnbeweging om hun eigen gebrek aan daadkracht goed te praten. Met het onvermijdelijke gevolg dat we over een tijdje nog harder moeten ingrijpen. Dat we dan nog hardere en hogere drempels hebben voor boeren om te verduurzamen. Het is uiteindelijk een belofte die een politieke schwalbe zal blijken te zijn. Dus ik zeg tegen die nieuwe coalitie, neem Europa en neem Nederlanders serieus. Want Nederland is een land van afspraak is afspraak, van staan voor je woord, van het samen rooien. En als je Nederland op één zet, dan zeg ik tegen Wilders, Jezielkes en Van der Plas, heb dan lef, wees dan trots en zet Europa op één. En ik weet niet wanneer u voor het eerst dat nieuwe coalitieakkoord hebt gelezen. Ik heb dat donderdag al heel vroeg gedaan. En ik zat te lezen, dat akkoord te bekijken en ik dacht, misschien wel net als u, na al die open deuren teksten komt er zometeen wel een bijlage waar de echte keuzes in staan. Die echte harde keuzes om de uitdagingen van ons land nu voortvarend aan te pakken. Maar net als jullie heb ik die niet gevonden. En wat ik wel las in dat akkoord is een hele hoop halve maatregelen die vervolgens ook nog zijn gebouwd op financieel drijfzand. Echte keuzes voor de zorg, voor het klimaat, voor meer woningen. Ze zijn allemaal in de ijskast gezet. En Nederland verdient beter. En we verdienen in ieder geval beter op het onderwerp dat ons het meeste aan het hart ligt. Het onderwijs. In ons land hebben zoveel kinderen moeite met lezen, schrijven en rekenen. Volle schoolklassen worden naar huis gestuurd omdat er geen leraar is. En werkgevers worden geteisterd door een tekort aan deskundig personeel. En dan kiest deze coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB voor de allergrootste onderwijsbezuiniging van deze eeuw. En dat is een frontale aanval op de kansen van onze kinderen en onze studenten. Op die leraren die elke dag zo hard werken. En op onze wetenschap en onze economie. Want ga maar na, er zijn niet genoeg installateurs om onze zonnepanelen te leggen. Niet genoeg verpleegkundigen om mensen van wachtlijsten te helpen. Honderden vacatures bij de politie, terwijl we onze straten veilig willen houden. En elke ondernemer staat te springen om goed geschoold personeel. Aankomende woensdag, dan voeren we in Den Haag het debat over dit coalitieakkoord. En ik doe alvast één hele duidelijke oproep aan deze vier partijen. Doe het niet. Maak deze bezuinigingsblunder niet. Onze kinderen en studenten verdienen het allerbeste onderwijs. Dus draai deze enorme bezuiniging vandaag nog terug.
Democraten, we staan aan de vooravond van onze strijd voor Europa. En die strijd die ligt nog helemaal open. En vandaag hier in Rotterdam proef ik dat het kan. Dat wij die progressieve vuist kunnen maken tegen de extreme krachten die ons land willen verdelen. Wij gaan strijden voor onze vrijheden, voor onze veiligheid, voor die sterke economie en voor het klimaat. Dus laten we er samen voor zorgen dat de PVV bij deze Europese verkiezingen niet opnieuw de grootste partij van Nederland wordt. Laten we daar samen tegen opstaan, want als we het samen doen, dan kunnen we het. En daarom wil ik jullie net als Wieke vragen, doe de komende weken met ons mee. Er is niets leuker dan campagne voeren. Praat met je collega's, met je vrienden, met je familie. Ga samen de straat op. Ga online je stem laten horen. En laat met z'n allen zien dat wij staan voor dat hoopvolle en unieke Europese project van vrede, veiligheid en welvaart. En iedereen die hier vandaag is, die kan daaraan bijdragen. Niet alleen door zometeen samen met ons te gaan flyeren hier in Rotterdam. Niet alleen om de komende dagen met Gerben Jan en zijn fantastische team aan kandidaten campagne te voeren, maar door dag en nacht campagne te voeren om ervoor te zorgen dat een liberale partij de grootste partij wordt bij deze Europese verkiezingen. De partij die staat voor een sterk Europa voor Nederland. Ga ervoor, ga voor D66. APPLAUS.